Hallo, goedemorgen iedereen. Welkom bij het webinar van Flanders DC. Vandaag gaat het over klantenprospectie via LinkedIn. We hadden gemerkt dat er heel wat bedrijven, organisaties ons lieten weten dat de netwerking is weggevallen, waardoor dat nieuwe klanten tegenkomen moeilijk werd. En dus leek het ons een goed idee om een sessie te organiseren. Hoe kun je dan digitaal klanten vinden? Hoe kun je prospecteren? Sowieso is dat een goed idee om dus vandaar dat we daar een sessie rond opzetten. Misschien een aantal praktische zaken. Normaal gezien, rechts in jullie scherm vinden jullie chat en vragen. In de chat kun je berichtjes nalaten om als er technische problemen zijn of als je antwoorden wilt geven op vragen die dat de spreker zou stellen. Of je zegt vriendelijk goedemorgen tegen de rest van de mensen. En bij het tabblad vragen kan je vragen stellen die je aan de spreker wilt stellen. De bedoeling is dat we daar de vragen verzamelen en dat we op het einde van de sessie nog een uitgebreide Q&A doen. Ik zal de vragen verzamelen en aan de spreker stellen. Je kan als iemand een vraag stelt, rechts is er een driehoekje. Als je daarop klikt, dan duid je eigenlijk aan, ik wil deze vraag ook stellen. En hoe meer mensen die vraag dan stellen, des te groter de kans is dat die dan op het einde ook gesteld wordt. Het webinar wordt achteraf ook nog naar jullie doorgestuurd, dus je kan het zeker herbekijken. En we gaan ook een survey uitsturen. Het zou super zijn moesten jullie die kunnen invullen, want we zijn heel nieuwsgierig wat jullie hiervan vinden, want dit is ons digitaal programma waar we normaal veel fysieke events doen. En als er noden zijn of thema's waar jullie graag nog een webinar of een sessie rond willen zien, mocht je mij dat zeker laten weten. Voilà. Dat was het voor mij. Dan ga ik nu Ricardo aan het woord laten. Hij gaat jullie meenemen in social selling, klantenprospectie via LinkedIn. Goedemorgen. Ja, dat klopt inderdaad helemaal. We gaan vandaag praten over social selling op LinkedIn, heel specifiek. Misschien om te beginnen wil ik eerst even vragen van waar iedereen aan het meekijken is. Is het België? Is het een klein dorpje dat we allemaal niet kennen? Dus laat gerust even weten van waar je komt of van waar je aan bezig bent of van waar je aan het kijken bent. Dan geeft het mij ook al een beetje zicht van waar ik of tegen wie ik aan het praten ben. De slides zijn een beetje in het Engels, maar sowieso praat ik in het Nederlands. Je hebt misschien al gehoord dat er een klein West-Vlaams accentje tussen zit. Ik ga proberen zo Nederlands mogelijk te praten, maar mocht het echt niet verstaan, dan moet je het in de chat toelaten. Maar normaal gezien komt dat wel in orde. Heel kort. Er is geen video, zowel niet. Misschien leuk om te weten, inderdaad, de slides worden allemaal gedeeld achteraf. Maar als je screenshots wilt pakken of je wilt foto's pakken, dan mag zoveel als je wilt. En inderdaad, als je vragen hebt, dan mag je die altijd stellen in de chat of in de vragen. En die worden dan op het einde beantwoord. Heel kort ga ik beginnen met mijn verhaal, hoe dat social selling bij mij begonnen is. Dat is ongeveer 2 jaar geleden. En toen was ik, ja, naar mijn weten, heel interessante content aan het schrijven. Ik had heel veel research gedaan, heel veel tijd aan het spenderen om effectief goede content te schrijven. En die postte ik dan op LinkedIn. En wat gebeurde er? Ja, 3 likes. Nu, likes is not the all times measure, maar ik vond het wel tof dat er een soort van engagement was op de post die ik aan het maken was om een soort van, ja, toch een gevoel te krijgen dat ik niet voor niets aan het schrijven was, bij wijze van spreken. Nu, om eerlijk te zijn, ja, ik had eigenlijk geen 3 likes, want eigenlijk heb ik gevraagd aan mijn vriendin om eigenlijk de eerste liker te zijn. Dat betekende eigenlijk dat ik het op een totaal van 2 likes kwam. En dat is natuurlijk niet echt iets wat ik wou. Dus wat wou ik eigenlijk als resultaat behalen? Ik wou eigenlijk dit behalen. Sorry voor voor de screenshot die wat onduidelijk is, maar eigenlijk wat ik wou hebben is effectief engagement op mijn post. Zorgen dat mensen inderdaad in de feed openden en gewoon mijn gezicht aan en gewoon engageden op wat ik aan het schrijven was. Dat is eigenlijk waar ik naartoe wou. En dat is eigenlijk wat er in die 2 jaar dat ik begonnen ben en nu vandaag ook mee bezig ben, is eigenlijk vandaag wil ik jullie meepakken in dit verhaal. Nu, het is soms makkelijk om voor jezelf te zijn, en dat voor de meeste mensen is dit ook waarschijnlijk waar je naartoe wilt gaan, van oké, we hebben iets en we willen er naartoe gaan. Voor jezelf. Maar wat dan nog moeilijker is soms, is effectief een heel team mee krijgen. Dus wij zijn nu, dus ik zal er kort over uitleggen, Uptrust. En daar zijn we nu met ongeveer 36 digitale profielen. En daar schrijven we ook elke dag content voor. En eigenlijk de bedoeling was om een heel team mee te krijgen. En dat heel team, als je nu kijkt over het jaar dat we begonnen zijn,
hebben we nu ongeveer 1 miljoen mensen bereikt zonder enige dollar te spenderen aan advertenties eigenlijk. En dat is niet enkel mijn profiel, maar dat is effectief de sales managers, de CEO, de client managers, iedereen die bezig is met sales of eigenlijk wil voorkomen om in klantencontact te komen eigenlijk. En vandaag wil ik jullie meenemen, ook in het tweede verhaal, dat we dan ook effectief gaan naar klanten om dit effectief toe te passen bij hen. Een voorbeeld is dat bijvoorbeeld SDWorks, de payroll provider, waar we ook social selling aan het toepassen zijn. En dat is eigenlijk waar ik, toen ik begon aan het social selling verhaal, eigenlijk naartoe wil gaan, maar eigenlijk met een draai niet echt wist, waar vind ik de juiste content, hoe ga ik daarmee te pas, wat zijn de minder known tricks van de voor om effectief het bereik te behalen dat we wouden. Heel kort, dus inderdaad, ik ben Head of Growth at Uptrust, dat is een digital performance agency. Dat betekent is, we maken ons revenue responsible, we zorgen eigenlijk voor meer omzet. Nu 26 jaar, klinkt jong, dat weet ik. Maar ik was begonnen aan mijn 19e met mijn eerste bedrijf. En was eigenlijk al aan mijn 12e sigaretten aan het verkopen. Van mijn ouders, omdat ik niet wou dat ze rookten, om Biggie Burgers te kopen. En mijn quote is altijd data before emotions. Dus ik zorg ervoor, eerst moet je data tonen voor je effectief kunt handelen op een bepaalde actie. En dan kom ik een beetje op dit topic. Iedereen die zich ingeschreven heeft, zijn er nu 149, ik denk dat er iets van 170 waren die zich ingeschreven hadden. Maar om te weten hoe dat ik deze webinar moest geven, wou ik eerst data verzamelen. En het data was van, oké, bij iedereen is er een vraag gesteld van, oké, wat wil je leren uit deze webinar? En die vragen heb ik gebundeld in 4 topics. 1 is advertenties. 2 is effectief de basics. Wat zijn de basics waar ik aan moet denken over social selling? Inbound betekent effectief het content maken op LinkedIn. En outbound betekent het effectief uitsturen van berichtjes en mensen contacteren eigenlijk. En als je daar kijkt naar de data, zoals ik zei, zijn er eigenlijk 50% van de mensen die nu in deze webinar op zoek naar oké, show me the basics, waar moet ik aan denken, voor wat is social selling, hoe pas ik dat toe in mijn organisatie, op in mezelf, al die dingen. En dan gaan we ook een heel stukje over outbound gaan praten, hoe dat je gaat prospecteren, aangezien dat daar de meeste interesse in zat. Dus daarom zeg ik altijd data before emotions. Heel kort agenda, we praten over een kleine introductie van wat is social selling, waarom social selling, hoe pas ik dat toe in mijn organisatie. En inderdaad, het tweede stuk is hoe pas ik dat toe binnen mijn organisatie of voor mezelf, omdat ik ook gehoord heb dat er wat freelancers bij zaten die one-man shows in, waar ik ook mee begonnen was, om u eigenlijk een nieuwe klantenprospectie te doen. Social selling, heel kort eigenlijk. Voor mij social selling is het effectief leveragen van je social network om de juiste mensen te vinden en daar eigenlijk een vertrouwensband mee op te bouwen om uiteindelijk als doel sales te halen, maar het is niet het eerste doel waar je naartoe werkt natuurlijk. Dus het oude salesmodel was eigenlijk heel simpel. Je belt mensen op, je ziet of dat er interesse is en dan hoop je dat er een afspraak komt en ziet wat dat eruit komt. Maar dat bij het nieuwe social selling model eigenlijk meer een soort van educatiemoment komt bij de mensen. Dus dat je effectief zorgt dat mensen bij u komen en niet de omgekeerde wereld waar je mensen moet prospecteren, mensen opbellen, e-mails versturen, al die dingen om te vragen of dat ze iets willen kopen. Maar hier ga je effectief gaan connecteren, zorgen dat er vertrouwen opgewekt wordt en dan effectief uit het vertrouwen ook een sale maken. Dus ja, ik ga daar heel kort op gaan. Wat dat ook belangrijk is om te weten, social selling, dus het effectieve content marketing erachter, het zorgen dat er posts geschreven worden en effectief het schrijven ervan, zie ik een beetje als het SEO van LinkedIn. SEO is eigenlijk, voor de mensen die het niet weten, search engine optimization, dus worden gevonden in Google. Als je daar ooit mee begonnen of ooit over gehoord hebt, dan ga je meestal horen van, ja, als je eraan wil beginnen, ja, het is niet dat er morgen, als je een blogpost schrijft, dat die morgen in Google op nummer 1 staat. Dat neemt wat tijd en daar moet je mee omgaan. Social selling is een beetje hetzelfde. Het outbound geven, dus het uitsturen van berichtjes, kan heel snel gaan. Maar het inbound, het schrijven van posts, het gezien worden, het vertrouwen opwekken, net zoals je ook weet, het vertrouwen opwekken bij iemand, is niet iets dat je op één dag doet. Dan neemt wat tijd. En social selling is valt een beetje in die categorie. Dat je daar niet immediate results van kunt halen. Maar dat het wel een lange termijn strategie is. Een beetje de purpose ervan. Heel snel is eigenlijk 1. Je kunt het inderdaad puur gebruiken voor personal branding. Dus ook waarvoor ik het gebruik.
Kunnen het gebruiken als thought leadership. Dat betekent eigenlijk dat je gezien wordt als een leadership of een thought leader binnen je industrie. En dus als er effectieve vragen zijn over dat topic waar je over praat, dat mensen toch naar u keren. Natuurlijk is het bedoeld om je revenue te vergroten, omdat mensen effectief naar u komen om hun vragen te beantwoorden en effectief ook hulp te krijgen. Maar er zijn ook andere dingen, zoals een shorter sales process. Dat is iets wat wij merken binnen de organisatie. Sinds dat we beginnen posten zijn met social selling, is dat effectief, als we al in een salesgesprek komen, zeggen ze, ja, ik heb jullie al een keer gezien, ik vind de content top. En dat het veel makkelijker is om de verkoop door te laten gaan, omdat je toch al een initiële vertrouwensband hebt. Multiple reach is effectief, omdat je niet enkel bij cold calling bij één mens aan het opbellen en hopen dat er iets uitkomt. Bij social selling pak je meestal een hele organisatie mee. Omdat je ook content aan het maken bent en multiple people aan het bereiken bent, heb je meestal multiple decision makers dat je eigenlijk meepakt in je verhaal in plaats van één iemand dat je aan het opbellen bent. En natuurlijk, het key ervan is, bouwt eigenlijk trust, maar op scale. Het voornaamste waarom dat mensen eigenlijk gebruiken of social selling op LinkedIn, of de primary benefit, is wat dat wij ook zien, is het shorter sales cycles, dus effectief het verkorten van je sales cycles van contact naar eerste verkoop. En natuurlijk ook het increase of leads, omdat mensen naar u komen met een heel specifieke vraag. En natuurlijk een reduced contact time. Dat is eigenlijk de reden waarom dat de meeste mensen effectief, of de meeste sales managers of freelancers erin investeren, omdat ze eigenlijk die dingen willen verkrijgen. Hier is ook een breakdown. Wat dat voor mij interessant was toen ik deze grafiek zag, is waarom zou je investeren of waarom zou je social selling of content marketing beginnen op LinkedIn? Is eigenlijk als je kijkt van een heel theoretisch en data-driven model eigenlijk. Je weet, ik ben nogal data before emotions. Zijn er ongeveer 9 biljoen impressies, betekenis mensen die scrollen door LinkedIn en een impressie is mensen zien één iets. Op LinkedIn. In over een database van ongeveer 500 miljoen mensen die op LinkedIn zitten. Nu, dat is al iets meer. Dat is waarschijnlijk tegen de 600 nu aan het gaan. Maar het is zo'n beetje het theoretisch model te geven. Daarvan zijn er 3 miljoen mensen die effectief iets delen op LinkedIn. Dus effectief engagen of iets schrijven op LinkedIn. Wat dat dus betekent, dat eigenlijk maar een klein percentage is van het grotere geheel. En eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, en dat is een beetje de laatste topic dat ik eronder gezet had, van eigenlijk als je kijkt naar de meeste content die gedeeld wordt op LinkedIn, dan, ik ga er heel open over zijn, is het eigenlijk gewoon geen goede content. Of ze weten niet hoe je de content schrijft, of het is een sales content, of het is een recruiter die bezig is van ik ben op zoek naar een developer in regio Antwerpen. Het is gewoon geen goede content. Dus vandaar is er eigenlijk heel veel opportuniteit voor jezelf om je te onderscheiden. Wat heb je nodig ongeveer? Ik zeg altijd, je hebt 1 à 2 thought leaders nodig. Dus een sales manager of jezelf als freelancer. Die eigenlijk content begint te produceren. Of eigenlijk niet content produceren, maar eigenlijk gewoon als persoon die zegt van ik wil de persoon zijn waar een thought leadership rond gecreëerd wordt. Je content marketing, dus effectief, je hebt bepaalde content nodig om te delen. Je hebt mensen nodig die content aan het schrijven zijn. LinkedIn profiel, ik neem aan als iedereen hier zit, dat je wel een LinkedIn profiel hebt. Series of automation tools, daar wandel ik straks door. Welke tools je daarvoor gaat nodig hebben om dingen op te zetten. En effectief, liefst van al een content creator, dus effectief iemand die de content gaat schrijven voor u, de interviews afneemt of effectief schrijft voor u. En als je een freelancer bent, dan kan dat gewoon jezelf zijn. Dan educeer jezelf met de tips en tricks dat ik u vandaag ga meedelen, hoe dat je content schrijft voor LinkedIn. Vraag is altijd, waarom zou ik u geloven? Los van het posting op LinkedIn dat ik daar straks gezien heb. We hebben ook een boek geschreven hierover. Dat is ook te koop op Amazon, als je dat echt wilt. Of ik heb ook een linkje naar de pagina daar, waar je eigenlijk een e-book kan kopen voor de helft van de prijs eigenlijk. Voilà. Dan hebben we ook nog een series of tools. De meeste mensen pakken hier dan altijd een screenshot van. Be my guest. Wat heb je van tools nodig? Ik denk dat er ook een vraag was van, heb ik Sales Navigator nodig? Daar kan ik later op inpikken. Albacross, die is meer voor grote organisaties. Als grote organisaties hier aan het kijken zijn en ze hebben een website. Dan gebruiken wij de tool Albacross. Wat doet dat eigenlijk? Zij gaan eigenlijk een IP-adres gaan opzoeken. Nu, dat klinkt heel technisch, maar dat wil eigenlijk gewoon zeggen dat als Flanders DC op de website van Uptrust komt, dan
gaat deze tool ontdekken van dat is Flanders DC die op de website gekomen is. We kunnen perfect zien welke navigatie dat ze gedaan hebben, of dat ze op de pricing page zijn geweest of andere pagina's. En kunnen we eigenlijk meer context geven aan onze sales teams. Nu, dit is meer voor grote organisaties, dus niet voor de freelancers onder ons. Dan heb je ook nog bepaalde tools voor je content. Dus wij gebruiken eigenlijk Google Drive om al onze Google posts of onze posts in te documenteren. Headliner app voor onze video's. Dus als je subtitles wilt toevoegen aan uw video's die je wilt creëren, als je begint met video, daar kun je eigenlijk een tooltje gebruiken om heel snel, zonder heel veel technische kennis, eigenlijk video's te editen. Hemingway, dat is eigenlijk een tool dat wij gebruiken om te schrijven. Eigenlijk als je tekst daarin plakt, dus de tekst dat je geschreven hebt, kan je eigenlijk een verbeteringsscore krijgen en zien van oké, dit moet korter geschreven en dit moet langer geschreven worden. Dit is niet heel duidelijk. Dus eigenlijk als je denkt van ik kan niet schrijven, steek je tekst daarin en je zult de verbetering krijgen. Dit is wel voor in het Engels, daar is geen Nederlandse versie van. Nu, voor de Nederlandse versie, het is een iets minder geavanceerde tool, maar daar heb je bijvoorbeeld de standaard schrijfhulp. Die biedt ongeveer hetzelfde aan om je content te editen. Dan heb je ook Lampot of een engagementpot. Daar kom ik straks op terug voor wat dat die dienen, hoe dat die gebruikt worden. En er wordt ook vandaag een live demo gegeven hoe dat we die gebruiken om onze reach op LinkedIn te vergroten eigenlijk. Dan gebruiken we nog een tooltje genaamd Crystal. Dit is eigenlijk een tooltje die automatisch het LinkedIn-profiel gaat analyseren van de prospect waar je naartoe wil gaan of op je meeting wil gaan. En die gaat eigenlijk gaan zeggen hoe dat zijn persoonlijkheid in elkaar steekt, zodat je beter kunt aansturen in je salesgesprek of in de eerste interactie met die persoon eigenlijk. Shield App gebruiken wij ook. Dit is de software die we gebruiken om eigenlijk onze profielen te analyseren eigenlijk. Want er is heel veel software om te zien van hoeveel organic reach heeft mijn bedrijfspagina, maar voor persoonlijke profielen bestaat het niet. Dit is de enige tool die nu op de markt is die effectief een analyse kan draaien van hoeveel reach ben ik aan het halen op mijn persoonlijk profiel, hoeveel engagement is er. Dus dit is een tool die wij gebruiken voor analyses van persoonlijke profielen. Dan kom ik ook terug met een vraag van oké, moet ik dan op posten op mijn profielpagina of op mijn bedrijfsprofiel of op mezelf? Daar kom ik direct op terug. En dan ook nog automation outreach. Dat betekent eigenlijk mensen versturen op LinkedIn. Phantom Buster voor LinkedIn profielen te sturen. Prospect.io om e-mails te sturen. En Lemlist voor automatische outreach te doen. Met eigenlijk toffe video's of foto's in de e-mail eigenlijk. En daar kom ik ook direct op terug. Nu, een vraag dat ik tegengekomen was in de lijst, dat tamelijk veel voorgekomen was van oké, ik wil posten op LinkedIn, maar wat werkt er nu? Is het een video? Is het een foto van mijn moeder? Is het een shared article? Al die dingen. Nu, over de 2 jaar dat ik gepost heb, heb ik eigenlijk heel veel verschillende dingen geprobeerd. Ik heb eigenlijk, als je het bekijkt, elke soort post dat je maar kunt voorstellen, van PDF's, tot tekst, tot video, tot sharing, tot comments, heb ik allemaal geprobeerd. Die staan ook allemaal gedocumenteerd in het boek dat ik geschreven heb. Over wat werkt er nu en wat werkt er nu niet op LinkedIn. En eigenlijk, de conclusie is eigenlijk heel simpel. In elke post die we schrijven, gaat dat ook zien als je mij volgt op LinkedIn of tegenwoordig mijn content tegenkomt. Ik schrijf enkel tekst. De reden waarom is eigenlijk omdat daar, als je het nog altijd kijkt van een datamodel of van een data-driven way, ga je eigenlijk zien dat plain tekst met hashtags eigenlijk, dus geen foto's, geen video's, geen... ik weet ook niet wat dat er allemaal wordt toegevoegd tegenwoordig, maar designed frameworks, whatever it is, werkt allemaal niet. Als je puur kijkt op basis van hoeveel views wil ik halen met mijn content, is het nog altijd het best om gewoon puur plain tekst te gebruiken eigenlijk. Dus gewoon puur old copywriting, dus gestructureerde dingen dat mensen kunnen lezen en zoiets zijn van oké, dat was wel heel interessant. Bedankt om mij dit te laten weten. Als ik kijk dan naar nummer 2. Wat dat voor ons nog altijd het best werkt, voor mijzelf en ook voor klanten, is eigenlijk het delen van PDF's. Dat is iets dat tegenwoordig heel veel gepromoot wordt door LinkedIn zelf. En PDF's-deling is nog altijd een van de beste manieren om eigenlijk zoveel mogelijk views te halen op je content op dit moment eigenlijk. Dat wil niet zeggen dat dat binnenkort gaat veranderen, maar op dit moment is het eerst plain text, PDF sharing. En dan als derde heb ik er ook toegevoegd video's.
Nu, de sign-up bij video's is eigenlijk, je ziet aan de linkerkant, zie je een post van mij die 14.000 views gehaald heeft. Denk een maand geleden ongeveer. En daar zie je views. En nu bij die andere, en daar zie je zo ja, een klein grafiekje precies. En bij die andere zie je eigenlijk ook views. Dus bij de video aan de rechterkant zie je ook views. Maar daar zie je een driehoekje. En eigenlijk de reden waarom ik het aanhaal is, mensen zouden denken van, goh, ik haal eigenlijk niet zoveel views op mijn video's, maar wel heel veel views op mijn content. Dus ik ga geen video's meer doen. Nu, dat tegenargumenteer ik altijd een klein beetje, voor de simpele reden dat je ziet, bijvoorbeeld, ik heb denk ik daar in de video heb ik 200 likes gehad en ongeveer 1000 comments of iets meer dan 1000 comments. Maar heb ik enkel maar 19.000 views gehaald. Terwijl dat bij die andere waren er eigenlijk maar 97 comments, dus de helft ervan. En eigenlijk 21 comments, wat daar ja, heel veel minder is. En daar heb ik 14.000 views gehad. En dan denk je van, ga, ja, ik ga gewoon pdf's maken. Maar aan de andere kant, je moet zien, views op video's worden helemaal anders berekend dan views op normale content, zoals pdf's of tekst eigenlijk. Bij tekst, effectief, als er iemand gewoon heel snel doorscrollt op zijn app, dan telt dat ook mee als een view. Bij een video view betekent dat eigenlijk dat mensen effectief 3 seconden minstens de video effectief gezien hebben. Dus er is dus veel meer kans dat ze effectief de video gezien hebben, dat die 19.000 of 20.000 mensen effectief toch een klein stukje van de video gezien hebben en niet zomaar heel snel klakloos geswiped hebben en zoiets had van ik heb eigenlijk de content nooit gezien. Eigenlijk. Dus dat is altijd de side note dat ik zei van oké, vergelijk video niet te veel met tekst. Doe nog altijd video, want het wordt anders berekend. Een vraag die ik ook heel veel gezien heb in de vragen van de webinar, is van oké, moet ik nu plaatsen vanuit mijn persoonlijk profiel of company page? Dus eigenlijk, voor mij is het heel simpel. Als je heel veel bereik wil halen, ik zeg niet dat je moet je bedrijfspagina dumpen, want het is nog altijd een soort van representatief voorbeeld dat je plaatst naar de buitenwereld. Maar als je echt wilt sturen op oké, ik wil mensen bereiken, dan ga je het meeste resultaat boeken op je persoonlijk profiel en niet op je bedrijfspagina eigenlijk. Dus als je zegt van ik moet investeren in één van de dingen, dat wil niet zeggen dat je niet en kunt doen. Maar wat ik altijd adviseer is van oké, het is tof dat je dingen zet op je bedrijfspagina. Het is tof dat mensen zien dat iets leeft daar. Omdat mensen als ze op je profiel klikken ook effectief naar je bedrijfspagina gaan kijken. Maar als je echt wil knallen, dan moet je eigenlijk je persoonlijk profiel gaan aanpassen. En niet op je bedrijfspagina gaan focussen. Ja, dit is ook een vraag dat ik altijd krijg. Van, ja, oké, ik heb posten op LinkedIn. Maar ja, dat is allemaal tof. Binnen 2-3 dagen is dat weg. Waarom zou ik mij daarin investeren? Want oké, ik post een blogartikel op mijn website. En dat zal waarschijnlijk binnenkort worden gezien door organische mensen op Google. Maar bij LinkedIn verdwijnt dat. What's the point? En daar zeg ik altijd, ja, dat is waar. Maar dat wil niet zeggen dat je het niet kunt hergebruiken. En dat is eigenlijk waar ik altijd naar stuur, is van vanaf dat je een bepaalde content hebt, kun je die eigenlijk gaan hergebruiken. Een heel concreet voorbeeld. Aan de linkerkant heb ik inderdaad een LinkedIn-post gemaakt. Dan heb ik dezelfde content die ik plaats op LinkedIn, plaats ik ook in mijn newsletter. Dus effectief mensen die even subscribed zijn naar mijn nieuwsbrief eigenlijk. Dus dezelfde content plak ik daar gewoon in. En het beste van alles, de content die ik ook schrijf op LinkedIn en ook effectief schrijf in mijn newsletter, gebruik ik ook in mijn advertenties. Dus eigenlijk de content die je eenmaal schrijft, kun je daarom niet, is niet verloren. Is iets dat wij documenteren. Ricardo, het geluid is eventjes weg. Hallo? Voilà, we hebben jou terug. Hoor je me terug? Ja, we horen jou terug. Ja, AirPods is helemaal leuk, totdat het niet meer werkt. Dat is gevallen. Sorry daarvoor. Voilà, we zijn terug. Dus daar kom ik een beetje op terug van, oké, kijk, het is niet omdat je het één keer schrijft dat het verloren is. Je kunt dat altijd hergebruiken. Je moet gewoon ervoor zorgen dat je het goed documenteert eigenlijk. Iets dat heel tof is om vlug te doen, om gewoon een keer vlug te testen, is your SSI score. Dat klinkt heel fancy, maar dat is eigenlijk een social selling index. Daar is eigenlijk een linkje die ik hier in de
presentatie gedeeld heb, om eigenlijk je social selling index te gaan scoren. Dat is eigenlijk een documentje dat je van, zoals dit krijgt, is een documentje om te zien van, oké, wat is de baseline waar ik zit? Ben ik goed bezig? Ben ik slecht bezig? Waar kan ik verbeteren? Dat is eigenlijk iets dat gratis te maken is door LinkedIn, om je heel snel te laten tonen van, oké, hoe ben ik bezig in het bouwen van relaties, in het engagen met mensen in hun content, in het zoeken van de juiste mensen op LinkedIn, om eigenlijk een kleine vooruitgang te zien van hoe ben ik bezig. Nu, ik zeg ook altijd, dat is niet de walhalla van data-driven is, en het is niet iets waar je heel veel op moet focussen, omdat er veel meer andere metrics zijn waar je naartoe kunt kijken dan dit. Maar het geeft je wel een mooi startbeeld om te zien van waar sta ik nu. En als je dit binnen 5 maanden doet en hebt begonnen met content en outreach doen, dan heb je een bepaald beeld van oké, ik ben daar begonnen en nu ben ik daar. Nu komen we een beetje in het tweede deel van oké, we weten ongeveer wat, hoe, vragen die we misschien gesteld hebben. Sowieso zal ik nog een paar vragen beantwoorden na deze webinar. Maar het effectieve implementatie... Ja. Ik ga even onderbreken, omdat hoe je content kan hergebruiken is blijkbaar weggevallen in het stukje dat je was verdreven. En er wordt gevraagd om dat eventjes te herhalen. Ah. Oké, okay, voilà. Dan zal ik dit even opnieuw pakken. Dus de effectieve vraag dat ik ook gesteld kreeg en dat ik ook gezien heb in de vragen was oké, Ricardo, ik ga iets posten op LinkedIn, maar het verdwijnt na 2-3 dagen. Dus what's the point als ik daarmee begin eigenlijk? En dat is waar, maar dat klopt niet helemaal. Want het is niet omdat het verdwijnt op LinkedIn dat je het niet kunt hergebruiken. Nu, voor het elke content die ik plaats op LinkedIn, die hou ik bij in een Google Drive. Dus in een Google Drive staat alles mooi gedocumenteerd. En met die Google Drive, elke keer dat er een newsletter moet gecreëerd worden, gebruik ik eigenlijk dezelfde content om eigenlijk mijn newsletter te creëren of mijn brieven uit te sturen. En dezelfde newsletter, dus de content die ik gebruik voor mijn newsletter, die pas ik dan ook aan om de advertenties die we maken voor onszelf ook effectief te herbruiken. Dus eigenlijk de content die je eenmaal schrijft, hoeft daarom niet verloren te gaan. Die kun je of op je newsletter zetten, of in je advertenties dat je later op LinkedIn wil runnen. Of nog een keer gaan kijken van, ja, kan ik dit ook op mijn blog gaan plaatsen, of ergens anders gaan plaatsen. Maar het is geen verloren moeite om het eenmaal te schrijven, want het is niet weg. En nu nog beter, ik ben nu al 2 jaar verder, ik heb alles mooi gedocumenteerd. En op dit moment, de content die ik nu plaats op LinkedIn, is eigenlijk al van 1 jaar geleden, maar niemand die eigenlijk weet wat ik 1 jaar geleden heb geschreven. Dus ik kan gewoon puur de content van 1 jaar geleden, of zelfs 3 maanden geleden, puur opnieuw gebruiken. Omdat het ook zo snel verdwijnt, kun je het ook heel snel terug hergebruiken natuurlijk. Dus het heeft zijn voor- en zijn nadelen, maar denk er niet aan van het is geschreven en het is weg. En het is verloren moeite, want je kan het altijd hergebruiken en nog een keer hergebruiken later binnen 2-3 maanden eigenlijk. Right. Dan is de vraag, oké, ik weet wat het is, ik weet waarom dat het is, ik heb wat vragen beantwoord gekregen en sowieso komen er al wat vragen later dat ik kan beantwoorden. Maar hoe implementeer je dat en hoe ziet dat eruit vanuit een grote globale structuur? Nu, als je kijkt naar LinkedIn, heb je eigenlijk 3 strategische levers, zeg ik altijd. Daar heb je eigenlijk 3 verschillende dingen. Dus daar heb je outbound. Dat betekent eigenlijk gestuurd mensen een berichtje. Dus gestuurd mensen dat je business wil mee doen of in contact wil mee blijven. Stuur je eigenlijk een bericht. Dus wat dat we noemen outbound. Dan heb je aan de linkerkant heb je inbound. Dat betekent effectief de content creëren. Want je hebt nu mensen geconnecteerd. Ze zitten in je doelgroep. Maar nu moet je ze ook warm houden. Trust maken. Trust gaan creëren. Je moet effectief ook mensen gaan begeleiden. In wat je wilt verkopen later af. Dus daar ga je inbound van toepassen, dus effectief het schrijven van content en zorgen dat je altijd gezien wordt in hun journey. En PPC, dat betekent eigenlijk pay-per-click, kun je ook gaan adverteren. Nu, omdat ik gezien heb dat er wat minder interesse was in het advertentiestukje, heb ik die minder bijgelaten. Ik heb daar ongeveer 150 slides van in reserve, dus als je daar meer wil over weten, dan kan ik daar juist in begeleiden. Maar dat is eigenlijk de 2 dingen waar we vandaag op gaan focussen, is het outbound gegeven en het inbound gegeven. En je ziet aan de linkerkant wordt alles gefueld met wat we noemen de B2B marketing strategy. Omdat het is wel de bedoeling natuurlijk, en daar kom ik direct op in de volgende slides, dat je wel logisch nadenkt van oké, ik ben een freelancer, ik ben een illustrator had ik hier gezien. Oké, welke services kan ik aanbieden en aan wie kan ik die services aanbieden? Bij wijze van spreken, dat je daar eerst over nadenkt, voordat je begint aan je outbound of te schrijven natuurlijk. Dus wat zou je daar altijd voor zijn? Voordat je begint met het hele sturen van mensen of het schrijven van content, ga je eigenlijk 2 grote dingen gaan doen. Je gaat eigenlijk
één, je markt gaan definiëren. Je markt gaan definiëren en gaat ook gaan zien binnen die markt. Ik zeg nu maar een illustrator, dat kan een verschillende markt zijn. Dat kan zeggen, ik heb een markt wat dan marketing agencies zijn, want die hebben soms een illustrator nodig, dus ik ga daar heel nauw in contact mee blijven. Of ik heb rechtstreeks mijn klanten die illustraties van mij afnemen. Dus dat is ook een segment van de markt. En dat zijn twee segmenten die misschien andere content nodig hebben of een andere manier van content. Maar dan heb je wel die gedefinieerd. Dus gedefinieerd de verschillende markten. En daarin ga je gaan zeggen, oké, binnen die markt, met wie moet ik in contact zijn? Moet ik daar met de junior in contact zijn? Of moet ik daar effectief met de sales manager in contact zijn, dat als die in salesgesprekken zit en de persoon vraagt van, hey, ken je ook een illustrator? Dat jij top of mind zit binnen die markt eigenlijk. Ik geef nu een voorbeeld van illustrator. Het was toevallig iemand die vroeg van, is illustrator, does it make sense for me? Dus vandaar dat ik daar even op ga. Maar eigenlijk ga je markten definiëren en daarbinnen ga je gaan zeggen, oké, binnen die markt, met wie moet ik geconnecteerd zijn? Zodat ik weet van, oké, if they need my services or my products, dat ik effectief top of mind ben wanneer ze de beslissing moeten maken. En de reden waarom ik het altijd vraag, en dan ga ik je vragen in de chat, hoeveel paar schoenen heb je? Dus dan moet je even laten weten in de chat, hoeveel paar schoenen heb jij in je kast? Dan ben ik heel benieuwd naar. Ik hoor heel veel tiling, 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 dus dat zal wel goed zijn. Ik zie jullie chat niet, dus misschien kan iemand mij helpen wat dat die average ongeveer is. Ja, zeker. Ik zie hier tussen de 15 à 30, denk ik dat een goede average is. Sommige toch al richting 40, maar ik denk ergens 20, 25, dat ze misschien wel een goed gemiddelde zal zijn vandaag. Ja, en wat is het minste? 7 zie ik hier, maar het gaat snel vooruit, dus ik moet even zeggen 3. Oké, laten we het houden bij 43. Nu, de reden waarom ik deze vraag stel, en het klinkt heel bizar omdat je zegt van we're talking about social selling, niet over schoenen. Maar eigenlijk als je kijkt naar, stel dat ik een schoenproducent ben, dan is de vraag aan wie zou ik eerst bij wie wil ik eerst top of mind zijn? Bij de persoon die 3 paar schoenen heeft? Of de persoon die 40 paar schoenen koopt. En waarschijnlijk als iedereen antwoordt van, oké, waar moet ik eerst naartoe gaan als schoenenproducent of als freelancer? Dan ga je waarschijnlijk eerst top of mind willen zijn bij de personen die 40 schoenen van je afkopen en niet de personen waar je 3 schoenen aan kunt verkopen. Dat is eigenlijk de reden waarom ik altijd zeg, voor je begint aan je contentstrategie, voor je begint aan het effectieve uitsturen van berichtje, denk na over wat zijn je marktsegmenten, waar zijn de personen waar ik 40 schoenen aan kan verkopen, en wie zijn die mensen die dan effectief ook 40 schoenen gaan kopen van mij? Dat is een beetje de filosofie achter deze vraag. Dan als je het kijkt vanuit een strategisch niveau, heb je eigenlijk 2 dingen. Right? Op LinkedIn heb je het outbound gegeven. Dat betekent effectief, ik heb nu de lijst gepakt als voorbeeld, maar dat kan alles zijn. Laten we nu met het voorbeeld marketing agency gaan voor de illustrator. Heb je eigenlijk je marktsegment, dat zijn marketing agencies. En daarbinnen heb je, laten we noemen, wat ze noemen de buying committee. Dus de personen die effectief verantwoordelijk zijn om de services van je af te kopen. Dat kan bijvoorbeeld de sales manager zijn. Dat kan misschien de CEO zijn van de marketing agency, omdat er maar 20 man werkt. En dat kan misschien ook de marketeer zijn, die effectief denkt van, ik moet een creatief concept hebben. En ik wil iets creatiever uit de hoek komen, dus ik ga een illustrator proberen te pitchen aan de klant, om te zeggen van, we moeten met een illustrator werken, want daar zit heel veel creativiteit in. En dat zijn de 3 mensen waar je denkt van, oké, binnen de marketing agencies, dat zijn de 3 mensen waar ik wil mee connecteren en top of mind blijven of connecties mee opbouwen, zodat als ze denken aan illustrator services, sorry dat ik dat voorbeeld pak, maar dat is dan iets visueler, als ze moeten denken aan illustrator services, dat ik tenminste top of mind ben bij deze mensen eigenlijk. En aan het andere luik, dus het andere vierkantje, heb je inbound. Dus dat betekent, oké, ik heb die mensen gestuurd. Ze zitten in mijn doelgroep, ik ben ermee geconnecteerd. Nu is het de bedoeling natuurlijk dat we mogen die ook niet laten verwateren. We moeten in contact blijven, maar we kunnen ze ook niet elke dag een berichtje sturen om te zeggen van, hey, zoek je al iemand als illustrator? Dat is ook niet echt de bedoeling waar we naartoe willen. Dus daarmee wil ik zeggen, van daar komt het tweede luik in. Daar ga je content gaan produceren om effectief top of mind te blijven bij deze mensen. En soms af en toe, je ziet al bij het tweede stukje, ga je die soms gaan helpen met een stukje advies. Hoe dat zij kunnen nadenken, de marketing agency kan nadenken over illustraties binnen de markt. Of je kunt gaan zeggen van, kijk, dit is een voorbeeld dat ik gedaan heb bij een klant X.
Dit kan misschien inspirerend werken voor jullie volgende sessie. Dus niet echt iets te verkopen, maar effectief het contact warm houden. En ik zeg ook altijd, vanaf dat je mensen helpt, worden mensen heel curieus. Worden na deze talk, of nadat ik mensen vandaag gestuurd heb, zullen ze misschien benieuwd zijn geweest om naar de website te gaan, om even te zien wat doet die persoon eigenlijk. En kan het zijn dat die ook iets downloaden op je website, of een keer naar je website gaan kijken om te zeggen van, wat doet die persoon eigenlijk? En ik zeg ook altijd, when you're helpful, people want to know more. Bij het voordeel bij social selling is omdat mensen al heel specifiek weten als je een goede job hebt, mensen perfect eigenlijk wat je doet en waar je mee kunt helpen. En omdat die mensen in je audience zitten, weten mensen ook perfect, oké, dit is een illustrator. En als ik illustraties nodig heb, dan moet ik bij die persoon zijn, want die is echt de persoon waar ik top of mind aan denk. Komen die eigenlijk met heel specifieke vragen. Dat ga je ook zien bij het starten van social selling, dat mensen met heel specifieke vragen komen, omdat ze al weten wat je doet. Je moet het niet gaan pitchen, want ze weten het al. Nu, daar staat een office manager, maar we zullen hem even Gerard de illustrator heten. Vanaf dat je deze twee in elkaar gestoken hebt, blijf je top of mind bij de juiste doelgroep en komt er een verkoop uit. Dan gaan we in het stukje outbound, dus het effectieve berichtjes versturen, het sturen van mensen. Zoals ik al zei, wat dat de eerste stap is bij een outbound campaign of effectief het versturen, is nadenken van oké, wat zijn uw marktsegmenten? Dus effectief de marketing agencies, de grotere bedrijven, dat je die even kort in kaart gaat brengen. Dat je zegt van oké, dit zijn de mensen die top of mind wil blijven. En daar ga je eigenlijk de data gaan verzamelen. Oké, binnen die bedrijven, met wie moet ik geconnecteerd zijn? En ga je die eigenlijk gaan mappen om te zeggen van kijk, dit is een marketing agency, dat zijn er die 20 in België. Dit zijn de mensen die effectief beslissen over illustraties ja of nee bij de klanten. Dit zijn de mensen waar ik eigenlijk een contact moet opzetten. Dus dit is stap 1, het effectieve verharen van de data om te gaan zien van dit zijn de mensen waar ik mee wil geconnecteerd zijn. Dan pak je inderdaad 1 à 2 mensen dat je eigenlijk wil als influencer maken. Dus als freelancer natuurlijk jezelf, maar als je in een organisatie zit en je bent verantwoordelijk voor de sales, dan kan dat jezelf zijn, de sales manager en ook misschien de CEO, om effectief content te beginnen voor produceren, maar ook om als key person te gebruiken op LinkedIn. Ga je profiel gaan optimaliseren. Dus dat betekent eigenlijk dat je branding helemaal in elkaar steekt. Je positionering, dat betekent eigenlijk dat je eigenlijk gaat zeggen van kijk, als je een illustrator bent, dan kun je gaan zeggen van kijk, your best illustrator for marketing agencies to lower their costs. Want eigenlijk als je het bekijkt, verlaag je een klein beetje hun kosten, want ze moeten niet iemand fulltime aannemen. Ze kunnen je gebruiken op kleine schaal wanneer dat nodig eigenlijk is. Dus daar ga je eigenlijk je positionering gaan plaatsen. Dan heb je een klein verhaal van oké, wat doe je, wat is je verhaal, van waar kom je, wat zijn die producten en services die je kunt aanbieden, dat inderdaad als mensen zich afvragen van wat kan die persoon, want die is hier content aan het produceren en dat is hier tof en ik zie wat dat die aan het doen is. En natuurlijk ook als je een connectieverzoek stuurt, is het eerste wat je doet gaan kijken van is this person legit? Kom ik trouwens straks op terug. Dan ga je eerst gaan kijken van oké, wat kan die persoon en wat is zijn verhaal erachter. Dan voeg je ook wat we noemen een CTA, een call to action. Bij mij zijn dat mijn twee boeken die ik geschreven heb, dus mijn LinkedIn boek en ook het andere B2B Growth e-book. Dat eigenlijk als social proof dienen om te zeggen van kijk, ik zeg dat ik dit kan en hier is ook de proof, dat is ook wat ik al gemaakt heb of wat ik kan eigenlijk. Ziet als je LinkedIn profiel, de meeste mensen zien het nog altijd als een resume. Dus effectief een cv waar je eigenlijk gewoon je dingen dat je ooit gedaan hebt. Maar eigenlijk moet je gaan denken als een marketeer en moet je het eigenlijk gaan zien van je LinkedIn profiel is eigenlijk een mini landingspagina dat mensen eigenlijk in 7 seconden kunnen beslissen van is deze persoon een legit persoon waar ik mee wil connecteren? Ja of nee? En als ik content van hem zie verschijnen, dan moet ik eigenlijk direct weten van dat is wat hij doet. Ik ga daar, als ik dat ooit later nodig heb, hem voor contacteren of zij. Mijn excuus. Natuurlijk een benchmark opzetten. Ik heb je al gezegd een SSI score. Om een keer te gaan zien van waar sta je, zodat je zelf een beetje kunt begeleiden in wat je aan het doen bent. En natuurlijk, wanneer je content aan het schrijven bent of effectief een outbound campagne aan het opzetten bent, is het de bedoeling om niet direct te verkopen, maar effectief gewoon eerst de mensen te helpen om in je audience te creëren. Want meestal zijn mensen niet op zoek naar wat je net aan het doen bent. Tenzij dat je effectief corona-proof maskers aan het maken bent, dat heel time-sensitive is.
de meeste producten werken niet zo. Dan raad ik altijd aan, probeer gewoon te connecteren met de juiste doelgroep. Probeer heel helpvol te zijn in de eerste conversaties, om dan later dat gesprek warm te houden. De vraag is ook altijd, moet ik eigenlijk gewoon connecteren met de mensen die eigenlijk ooit iets van mij gaan kopen, of moet ik nog met andere mensen connecteren? En het antwoord dat ik na heel lange tijd heb moeten ontdekken van oké, wat zijn de dingen waar ik moet over nadenken als ik een aanbandstrategie opzet, is eigenlijk dat je niet enkel moet connecteren met de mensen die effectief iets kunnen kopen van u, maar het zijn nog drie andere mensen waar ik soms ook altijd mee connecteer. De eerste zijn engagers. Nu in mijn geval, omdat ik heel veel praat over marketing, B2B-marketing en LinkedIn, zijn dat bijvoorbeeld studenten. De studenten die effectief heel engaged zijn op LinkedIn, die zelf niet echt iets produceren en eigenlijk ook nooit iets gaan kopen van mij. Dat weet ik nu al. Maar dat zijn wel mensen dat als ik iets post, dat ik wel een reactie kan verwachten van hen, omdat ze het interessante content vinden. En dat is ook de bedoeling dat je ook die mensen in je audience hebt, om effectief als ze content post, dat ze engagen, zodat je ideale klant eigenlijk ook kan zien van, daar valt wel iets in, die schrijft wel goede content, want daar zit wel veel engagement op. Het derde dat ik ook altijd probeer toe te voegen is de event organizers, dus mensen die effectief in je sector events organiseren, dat als ze een event organiseren waar dat je ideale klant zit, dat jij de persoon bent waar ze aan denken om eigenlijk te komen spreken. En een vierde is co-pilots. Dat betekent eigenlijk voor ons bijvoorbeeld, wij verkopen digital marketing, dus effectief performance marketing, money in, money out. Maar wij doen bepaalde dingen bijvoorbeeld niet. Dat zijn bijvoorbeeld heel technische websites bouwen of websites bouwen. Dat doen we bijvoorbeeld op dit moment niet. Dus dan gaan we eigenlijk gaan connecteren met eigenlijk mensen die websites bouwen, om als zij in een salesgesprek zitten van hey, heb je een website? Hier is een website. En de klant vraagt, ja, maar hoe krijgen we mensen op die website? Dat ze eigenlijk denken aan ons om als partner te gebruiken eigenlijk. Dus dat zijn de vier mensen waar ik altijd aanraad om mee te connecteren. Er waren ook nog een paar vragen van, oké, wat doe ik allemaal? Waar moet ik aan denken als ik een aanbandcampagne opzet? We hebben wat tools aangehaald in de beginning. Nu, dit is bijvoorbeeld een campagne die ik eigenlijk gisteren, om 5:45 met een heel goede vriend heb ik gisteren een call gehad en zei van ja, kijk, ik zou ook zo graag een keer willen beginnen met LinkedIn aanband. What do I do? En ik zeg, kijk, geef mij 45 minuten en we zetten dat op voor u. Dit is eigenlijk een campagne die gisteren begonnen is eigenlijk, rond 6:30 ongeveer, is die begonnen met een aanbandcampagne, betekenis mensen versturen. In zijn geval waren het facility managers en preventie managers, omdat die eigenlijk plexiglas verkoopt eigenlijk. Dit is de tool die we hiervoor gebruikt hebben, dus misschien ook wel handig voor jullie om te weten, is WeConnected.io. De reden waarom is, de meeste mensen die Outbound doen, werken nog altijd met Chrome extensions. Voor de mensen die dat niet weten, dus, als je in Chrome werkt, dan heb je zo'n klein balkje, waar je eigenlijk, bijvoorbeeld een DuckSoup is daar een tooltje voor. Daar zijn allemaal verschillende tools voor en dan heet Chrome extensions. Dat is iets wat wij afraden bij klanten, om voor een simpele reden dat die heel veel ontdekt worden door LinkedIn en dat het kan zijn dat je account geband wordt. Dus wij werken meestal met tools die je eigenlijk moet downloaden op je laptop, om effectief de acties van LinkedIn te manipuleren eigenlijk. Dus de bedoeling is wel dat je, wij raden altijd aan om geen extensies meer te gebruiken, maar effectief software die draait op je computer eigenlijk. Soms als het goed is, nu in zijn geval, je verkoopt plexiglas aan preventie en facility specialist. Je ziet hier ook aan de linkerkant dat zijn nummer erop staat en dat hij effectief zijn doelgroep aanspreekt met dit is wat dat kan doen voor deze mensen. En daar kreeg ik gisteravond om 8:10 kreeg ik een berichtje van makker. Er heeft al iemand gebeld, hè, zalig. Dat het ook wel best snel kan gaan als je de juiste context meekrijgt van de doelgroep eigenlijk. Dus het kan ook heel snel gaan. En de vraag die ik ook kreeg in de chat over outbound was van ja, hoeveel tijd pakt dat? Moet ik daar heel veel tijd in investeren? Ik heb eigenlijk niet zoveel tijd, ik zit op mijn sales calls elke dag. Ik zou graag weten, ja, moet ik daar heel veel tijd in steken? Nu, iets leuks dat gebeurd is bij jullie, en dat is misschien niet, iets dat je misschien had zien aankomen. Dus ik heb de lijst doorgekregen van mensen die effectief, ja, wat jullie vragen waren, maar ook effectief de namen van jullie, om te zien. Ik denk Anja, ik weet niet of de Anja van Capelle hier is. Als je hier bent, laat gerust iets weten, dan ben ik benieuwd, dan heb ik een klein verhaaltje voor je. Maar eigenlijk, de bedoeling was van mij, voordat ik eigenlijk
de webinar gaf, om eigenlijk al reeds te connecteren met jullie, om eigenlijk die band met jullie al op te bouwen. Anja is er trouwens. Eventjes de info. Is Anja is er. Ah, fantastisch. Dan heb ik een leuk verhaaltje voor u. dus de bedoeling was voor mij, oké, ik wil eigenlijk met jullie connecteren, de mensen die hier in die webinar zitten. Maar om eerlijk te zijn, ik ben ook een druk bezend mens. Ik ben heel veel bij klanten, heel veel workshops aan het geven. En ik heb ook niet altijd tijd om iedereen van jullie, ik denk 170 man, individueel op te zoeken op LinkedIn om een berichtje te sturen. Dus wat heb ik gedaan? En dat is ook iets dat ik uitleg in deze blog die hier gelinkt staat. Ik ben eigenlijk automatisch, ben ik jullie naam gaan samenzetten, ben ik automatisch jullie LinkedIn profiel gaan opzoeken via Google. Dus dat is een klein botje die we geschreven hebben om effectief automatisch jullie LinkedIn profiel te gaan vinden op Google. En via die LinkedIn profiel jullie berichtjes te sturen op een automatische wijze. Dat eigenlijk dat proces, als je bekijkt van je de lijst verkrijgen naar jullie berichtjes sturen, dat je hier eigenlijk het resultaat van kan zien. Ik denk dat daar Anja van Capelle is. En waarschijnlijk hebben nog veel meer mensen dit bericht gekregen. Mijn excuses ervoor, ja, het was geautomatiseerd. Maar ik was een beetje in tijdsnood. Hebben de mensen die hier waarschijnlijk zitten ook al van die berichtjes gekregen van oké, hey, ik wil met u connecteren, want binnenkort is de webinar daar. Dus het heeft mij ongeveer 10 minuten geduurd om effectief te gaan van de lijst, om jullie LinkedIn URL te vinden en effectief berichtjes uit te sturen om op voorhand te connecteren. Dus als je denkt van, goh, dat kost eigenlijk heel veel tijd. Er zijn heel veel dingen die kunnen geautomatiseerd worden tot een bepaald niveau natuurlijk. Ik heb de blog links gezet. Ik heb er ook al over geschreven, denk ik een 2 jaar geleden, hoe dat je dit helemaal automatisch kan laten verlopen, zodat je nog altijd kan focussen op je job, zonder dat je effectief te veel tijd erin moet steken. De vraag was ook van, oké, Sales Navigator, is dat de moeite waard? In die zin, er zijn 2 dingen. Je kunt er heel lange discussies over hebben, ik heb er ook al heel lange discussies over gehad, maar 1 feature dat ik heel interessant vind voor social selling, dat ik echt helemaal top vind, is eigenlijk lijsten kunnen aanmaken in Sales Navigator. Wat betekent dat eigenlijk? Je hebt je lijst gemaakt, dus je hebt gezien in de eerste heb je marktsegment, heb je marketing agencies, daarin heb je gedefinieerd welke mensen moet ik relaties mee opbouwen. En in Sales Navigator kun je eigenlijk lijsten aanmaken. En wat betekent dat eigenlijk? Je kunt al die mensen waar je connecties mee wilt onderhouden, kun je eigenlijk in een lijst steken. En elke dag krijg je eigenlijk een melding van, oké, in dit geval dus mijn vriend gisteren, die wilt connecteren met Ronald de Meerleer. Misschien is hier zelf, ik weet het niet. Omdat hij eigenlijk een facility manager is bij CM, Christelijke Mutualiteit. En wilt hij up-to-date blijven van, oké, wat is Ronald aan het delen, zodat ik top of mind kan blijven dat als Ronald iets nodig heeft, als plexiglas of effectief dispenser voor een handgel, dat ze eigenlijk terechtkomen bij de vriend van mij die gisteren zijn sales call gehad heeft. Dus dat is een feature dat ik heel interessant vind voor het social selling verhaal. Nu, het kost natuurlijk geen 5 euro natuurlijk, het kost 80 tot 90 euro per maand. Dus dat is een investering dat je een keer moet zien, is het interessant of niet. Ik kan er heel lang over praten, maar als je het bekijkt als Sales Navigator en wat is een interessante feature voor social selling, is denk ik dit de meest interessante feature dat je kijkt voor social selling op te zetten voor Sales Navigator. Oké, dan hebben we deel 1, het outbound gegeven. Ik ben even aan het zien, nog 10 minuutjes. Ik ga er even wat sneller doorfietsen. Dan hebben we het outbound gegeven en dan hebben we ook een inbound natuurlijk. Bij inbound is het heel simpel, hoe ik mijn content opdeel. Laten we nu even illustraties pakken. Dus in mijn geval praat ik bijvoorbeeld over marketing automation. Hoe kan je bepaalde dingen gaan automatiseren in marketing? Een onderdeel kan er zijn, een subtopic is daarvoor het lead scoring. Dus hoe ga je effectief dingen gaan, bepaalde contacten in je lijst gaan scoren van oké, dit is een persoon die ready to buy is en deze persoon heeft nog heel veel content nodig, dus die zullen we nog niet gaan connecteren. En dan heb je de questions, dus een vraag dat mensen zich kunnen stellen, de marketing manager zich kan stellen van hoe start ik met lead scoring within my organization? Dus deze zijn de vragen waar ik eigenlijk wil naartoe gaan op LinkedIn. Dit is hoe dat ik mijn content opdeel. Ik heb een hoofdtopic, daar zijn bepaalde subtopics. En daaronder ga ik eigenlijk vragen gaan definiëren die mijn prospects kunnen hebben, terwijl ze denken over marketing automation, zodat als ze denken aan marketing automation of lead scoring, dat ze denken aan mij en niet aan andere mensen. Dus omdat we vragen willen weten, een heel goede manier om vragen te gaan zien van waar zit mijn audience mee, welke vragen kan ik beantwoorden over
illustraties, hoe lang duurt dat? Wat gebeurt er met, hoe loopt dat proces van illustraties? Heeft dat 2-3 weken nodig of 5 weken nodig? Kan dat in een dag opgezet? Dus die vragen, wat ik altijd aanraad, is ga een keer gaan kijken naar ofwel Facebookgroepen of LinkedIn-groepen waar je audience in zit. Daar kun je heel veel toffe vragen tegenkomen waar je kunt op antwoorden. Of op LinkedIn, op Quora. De meeste mensen gaan dit niet kennen, want het is niet heel bekend in België. Kan je eigenlijk, kun je met de blog daar beneden, kan je eigenlijk gaan zien wat zijn de vragen waar ze hebben over LinkedIn. Bijvoorbeeld, de eerste vraag is: is there any way to scrape data from LinkedIn public profile? Dat wordt 200-300 keer gezien per week. Dus als 200-300 keer per week mensen deze vraag opzoeken, dan kun je daar bijvoorbeeld al over schrijven, want je weet dat daar heel veel vraag naar is over die topic eigenlijk. En omdat ik gezien heb dat er heel veel mensen zijn die de basics willen hebben, denk ik dat de beste manier om content te schrijven, een social selling, is eigenlijk niet door het schrijven zelf. Ook al zou ik dat altijd aanraden, het beste wat je nu kunt doen en hoe dat ik begonnen ben met social selling, is effectief mensen op LinkedIn stellen bepaalde vragen of zijn over bepaalde dingen aan het praten. En eigenlijk de beste manier om content te schrijven is gewoon heel, heel diep eigenlijk gaan praten of een heel goede comment geven op hun antwoord. Want die comment die sla ik op in een Google Drive, dus effectief in een mapje. Want deze is de content die je dan later kunt gebruiken om eigenlijk je posting op LinkedIn te gebruiken. Dus de beste manier vind ik nog altijd, kijk door je feed, ga mensen gaan volgen die interessante dingen aan het posten zijn en geef daar je beste antwoord op. En dat beste antwoord kun jij gebruiken om in je content te gaan gebruiken. En ik zeg altijd, ik post met een 50% rule. 50% van de keren praat ik over mijn personal experience, dus effectief over wie ben ik als persoon en wat zijn de dingen dat ik mee aan het maken ben in mijn dagelijks leven. En de andere 50% praat ik over mijn expertise, over de dingen die ik kan, marketing automation, LinkedIn, social selling, al die dingen, dat is waar ik de andere 50% over praat. Omdat je nog altijd een kleine balans wilt tussen hebben van oké, wie is die persoon en wat kan die persoon eigenlijk. Dat zijn de twee hoofdvragen die we beantwoorden in mensen hun hoofd. En natuurlijk, als ze engageren met je post, dan is het natuurlijk tijd om even kort een berichtje te sturen. Om te zeggen van bedankt om mij te sturen, kan ik je ergens mee helpen? Of zijn er bepaalde zaken waar je mee aan twijfelen bent? Bij onze case study bijvoorbeeld, heel snel. Wij collaboreren alles natuurlijk in Google Drive. En wij hebben een webinar gehost, denk ik 2 weken geleden. En eigenlijk alles is via LinkedIn organic. We hebben geen enkele betaalde advertentie gemaakt. We hebben voor heel onze netwerk, dus heel onze 36 consultants, hebben we eigenlijk LinkedIn-posts geschreven. Die hebben we gepost op LinkedIn. En daar hebben we ongeveer 900 mensen gekregen in onze webinars. Dus daar waren 900 mensen die effectief in onze webinars zijn toegekomen. Zonder enige advertentie spend. Dus je ziet, vanaf dat je dit opbouwt en je bent dit regelmatig aan het doen, dan kun je eigenlijk heel snel beginnen schalen door mensen te helpen met een webinar in dit geval. En van daaruit eigenlijk lead generation te beginnen opzetten om vanuit de webinar mensen te laten opvolgen van hey, hoe vond je de webinar, was het leuk, kan ik je ergens mee helpen eigenlijk. Dit is bijvoorbeeld ons kleine flow die we 2 weken geleden opgezet hebben. En dan heb je eigenlijk de full picture. Je hebt je mensen verstuurd en je hebt je mensen dat je de content aan het creëren voor zit, dat je top of mind blijft van deze mensen. Nu, wat dan misschien interessant was, is hoe dat wij onze content hacken eigenlijk, om eigenlijk zo snel mogelijk engagement te krijgen, om eigenlijk zo snel mogelijk, om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Nu, er waren nog heel veel vragen rond het LinkedIn-algoritme, hoe dat werkt. Ik ga jullie gewoon tonen hoe dat wij het doen, zodat je achter de schermen kunt zien, wat gebeurt er eigenlijk achter die freaky mensen. Ik weet niet of dat goed is voor jullie, maar laat mij weten of dat leuk is om kort even te tonen hoe dat wij posten en hoe dat wij onze engagement hacken. En eigenlijk duurt het 1 minuut, dus je hebt niet zoveel tijd verloren. Dan ga ik even naar mijn LinkedIn. Ik zie dat Eva mij gestuurd heeft. Voilà. Eva Engelen, hopelijk ben jij ook in de webinar. Voilà, dan ga ik even sluiten. Ik heb klaargemaakt. Mijn post hier gaat over posting content on LinkedIn without results. Natuurlijk, want we zitten in een live webinar. Here is my first LinkedIn content marketing secret that took me 2 years to learn. Voilà. Dan ga ik even kopiëren. Dus deze is al geschreven. Voilà, die ga ik kopiëren. En start post. Mijn laptop is blijkbaar heel traag, dus daar gaan we even moeten mee leren leven. Voilà, hier heb je mijn content. Die is geschreven en die gaan we live gaan posten.
niets anders, gewoon pure tekst, gewoon pure hashtags zullen gaan posten. En nu gaan we bepaalde dingen gaan automatiseren. Nu, het leuke eraan is, vanaf dat je weet hoe dat algoritme werkt, is het eigenlijk best makkelijk hackable. Dus eigenlijk hoe dat het heel simpel werkt, is hoe meer engagement dat je hebt in de eerste uur van je posting, hoe meer mensen dat je gaat bereiken. Want het is eigenlijk heel simpel, LinkedIn wil dingen tonen waar mensen geïnteresseerd in zijn, en geen dingen tonen waar mensen niet in geïnteresseerd zijn. Dus hier hebben we een kleine Chrome extension, voor mensen die niet weten wat een Chrome extension was, dat zijn bepaalde tooltjes die je daar hebt. Wij gebruiken voor de Lampot. Is een tooltje die ik ook aangehaald heb in onze conversatie hier. Gaan we even kijken, want LinkedIn is nogal traag vandaag. Laat gerust ondertussen ook weten als er bepaalde vragen zijn voor na de webinar. Don't forget. Als je echt specifieke vragen hebt, dan beantwoord ik die met veel plezier na deze webinar. Voilà. Oké, het is nogal een beetje traag, maar dat ligt waarschijnlijk omdat ik bezig ben met webinar. Voilà, wat gaan we hier doen? Daar zitten allemaal mensen in. We gaan even mijn bot gaan zoeken. Dit zijn bijvoorbeeld de Uptrust Growth Bots. Dat zijn eigenlijk alle consultants die in dienst zijn. Niet iedereen zit daarin, maar de meeste mensen zitten hier wel in. En ik ga mijn linkje daaraan toevoegen. Voilà. En ik wil eigenlijk dat ze automatisch... Voilà. Hier kan ik ook comments aan toevoegen. Die ga ik even verwijderen, want ik wil niet dat mensen rare dingen aan het commenten zijn. En ik wil dat ze om de 40 seconden iets, een engagement plaatsen. Dus ik ga hier start engagement post. En daar zie je eigenlijk dat al deze 20 mensen gaan automatisch op mijn LinkedIn post gaan ze eigenlijk een like toevoegen. Om ritme te laten weten van, dit is een interessante post. Laten we dit tonen aan meer mensen. En dit is een heel snelle manier om eigenlijk van uw content, dat eigenlijk misschien 100 views gaat kunnen krijgen, eigenlijk naar 1000 views te krijgen of zelf meer. Dan zie je ook een keer hoe dat live achter de schermen gebeurt eigenlijk. Ga ik even terugkeren naar mijn slides. Voilà. Oei, dan zit ik helemaal terug in het begin, dus dat is misschien niet zo handig. Maar dan zie je inderdaad achter de schermen dat het echt geen rocket science is, wat dat LinkedIn inband is. Er zijn wat hacky ways om het proces te versnellen, laat het zijn. Ik heb ook een linkje toegezet naar het boek. Ik ga ook een kortingscode meegeven dat je eigenlijk 50% korting krijgt op het boek. De kortingscode is gewoon Flanders DC. Maar ik zal die zeker nog een keer nasturen. Dit is waar ik alles uitleg over hoe dat LinkedIn werkt. Wat mijn ervaring is van het 2 jaar gebruiken van LinkedIn om inbound op te zetten. En dan beantwoord ik heel graag jullie vragen. Dit zijn ook mijn contactgegevens en dan mogen jullie zoveel vragen stellen als jullie willen. Even terugkeren naar... Super, dankjewel Ricardo. Er waren al heel veel enthousiaste reacties in de chat. En ik heb een paar vragen verzameld. Omdat we bijna het uur hebben volgebabbeld. Heb ik een paar vragen verzameld waar een heel aantal mensen op aangaven dat ze die interessant vonden. Een eerste vraag is een heel algemene vraag misschien, maar LinkedIn gebruikt heel veel, probeert heel veel abonnementen te verkopen. De corporate of de premium. Is dat nodig om aan de slag te gaan met LinkedIn of is een gratis profiel eigenlijk voldoende? Een gratis profiel is meestal voldoende. Sales Navigator laat je toe om veel meer mensen te sturen. Dus als je kijkt naar, ik ga heel veel mensen proberen te sturen die dag, of heel veel proberen mensen te sturen, dan vergroot het wel de kans om veel meer mensen te kunnen sturen. En je ziet ook dat er bepaalde leuke tools zijn, zoals een lijst aanmaken om updates te krijgen van mensen. Maar eigenlijk, ik heb zelf ook geen betaald profiel, om heel eerlijk te zijn, en het werkt ook. Dus het heeft eigenlijk totaal, meestal is het niet nodig. Als het niet veel gaat gebruiken, dan moet je er niet voor betalen. Oké, okay, super. En dan vroegen een aantal mensen zich af, wat is eigenlijk ongeveer de tijdsinvestering die je moet inschatten om hiermee aan de slag te gaan, om dit op te starten? Hoe vaak moet je posten, dat soort zaken? Goeie vraag. Ik ga je 2 voorbeelden geven. Dus voor onze... Voor mezelf, en ook ik doe nog altijd de content voor mezelf, maar we doen het ook voor klanten, dus ik ga er 2 perspectieven geven. Voor de klanten duurt het meestal 1 uur tijd, omdat we eigenlijk op de call springen van 1 uur, we sturen de vragen op voorhand door. Tijdens die uur antwoorden die op de vragen, wij gaan die gaan uitschrijven en gaan posten op het LinkedIn-profiel. Dus voor mensen die een content writer voor hen hebben, is dat ongeveer 1 uur tijd dat je op de call moet springen. En dan voor jezelf, als ze zelf gaan beginnen schrijven, dus mijn eerste LinkedIn-post dat ik ooit geschreven heb, duurde mij 6 uur om te schrijven.
disappointing, I know. Heeft mij 6 uur geduurd en voor de post die ik nu net gelanceerd heb, op live tijdens deze sessie, heeft mij 6 minuten geduurd. Dus het schrijven, content schrijven, is net zoals een beetje een autorijden, zeg ik altijd. Hoe meer dat je doet, hoe makkelijker dat wordt en hoe sneller dat je ermee gewend bent om eigenlijk te schrijven en effectief in het formaat van LinkedIn dingen te laten delen. Dus het duurt wat tijd voor jezelf om het in hang te krijgen, maar nadat je ermee weg bent, om iets te schrijven voor jezelf. Ja, en misschien daarbij aansluitend vragen mensen van, wat is een goed moment van de dag om te posten? En hoe vaak moet je posten? Is dat 1 keer per week? Is dat 2 keer om de 2 weken? Zijn daar richtlijnen in? Ja, ik zeg altijd, als je begint met LinkedIn-posting, de meeste mensen, net zoals als ze naar de fitness gaan, als ze naar de fitness gaan, dan gaan ze heel veel keer proberen te gaan die week en dan zijn ze kei blij. En dan 2 weken later, dan is er iets tussen gekomen en dan gaan ze niet meer en dan wordt het vertraagd. Ik probeer altijd de omgekeerde redenering te doen. Probeer, als je niet veel tijd hebt, probeer gewoon al 1 keer per maand iets te doen. En vanaf dat je het 1 keer per maand doet, probeer dan 2 keer per week. Of 1 keer per week. En probeer dat zo te accelereren. Want het heeft geen zin. Ik zie dat heel veel gebeuren. Mensen zijn met veel enthousiasme, beginnen ze eraan. 2 weken later komt er een sales meeting tussen, komt er dit tussen. En zijn ze het compleet vergeten en starten ze niet meer. Dus ik zeg altijd, begin heel traag. Al is het maar 1 keer per maand. Als het al daar al meer is dan dat je nu aan het doen bent, dan mag je eigenlijk al blij zijn en begint het gewoon stelselmatig op te bouwen. Oké, super, dankjewel. Misschien nog om af te sluiten, kwam er meer een soort van meningsvraag van of LinkedIn eigenlijk een goed platform is voor de creatieve sectoren. Nu, dat is ook een heel breed begrip natuurlijk. Maar daarbij aansluiting vroeg iemand van zo thought leadership wordt soms gezien als iemand die over zichzelf zegt ik ben knap of ik ben goed. En dat staat soms wel aanrecht op de hoe dat de creatieve sectoren zich willen profileren of zien. Heb je daar een mening over of een ding van hoe dat jouw aanvoelen daarin is? Ja, zeker. Ik ben nu zijn naam kwijt, om heel eerlijk te zijn. Ik ben ook niet goed met namen. Maar er is één creatieveling die ik fantastisch vind. En die is eigenlijk een illustrator die heel veel van die Gentse restaurants met graffiti bespuit. En wat is? Musketon? Kan het niet ja, zoeken? Denk het wel, inderdaad. Ja. Denk ja. Het wel. En dat is ook gewoon iemand... Ik kijk naar zijn video's, want ik vind het zo fascinerend om te zien wat dat hij aan het doen is en dat ik gewoon geïnteresseerd ben. Dus dat is niet voor mij thought leadership, maar dat is eigenlijk gewoon, dit is leuk. En mensen zitten nog altijd op social media, omdat ze één verveeld zijn of ze zijn een beetje connectie aan het opbouwen. Maar ze zijn nog altijd niet op zoek naar iets. Ze zijn gewoon toevallig aan het scrollen, iets aan het tegenkomen. En als ze het tof en leuk kunt maken, dan hoeft het daarom niet thought leadership dingen te zijn, maar gewoon creatieve dingen. Het werkt gewoon fantastisch goed, omdat mensen daar geïnteresseerd zijn. Net zoals dat mensen katvideo's bekijken. Ik zeg niet dat je katvideo's moet posten op LinkedIn. Do not do that. I get it. You get engagement. Maar je wilt niet bekend zijn van de mensen die katvideo's deelt. Maar als je creatief werk hebt, mensen kijken daar graag naar, appreciëren dat. Dus zeker. Je moet daarom geen thought leadership, maar gewoon mensen de content geven wat dat gewoon leuk is om te volgen. Zelfs ik vol misgeton bij wijze van spreken. Oké, super. Ik denk dat is voor vandaag. Ik wil jou heel erg bedanken. Er komen ook al heel veel bedankingen in de chat binnen. Voor de mensen die nog aan het volgen zijn, er komt nog een evaluatie nagestuurd. En dat is misschien wel belangrijk om mee te geven als een soort van incentive. Om de evaluatie in te vullen, krijgen jullie de presentatie achteraf automatisch doorgestuurd. Dus vandaar zou het super zijn om die eventjes in te vullen. En als jullie die invullen, kunnen jullie ook gratis het magazine van Flanders DC bestellen. Dus dankjewel om te luisteren. En misschien nog één belangrijk ding. Sorry, dat ben ik vergeten. Wie echt graag nog persoonlijke feedback wilt, we organiseren nog een follow-up sessie met Ricardo. Dat is voor 15 personen. Er zijn nog een paar plaatjes vrij. Als je echt zelf je vragen wilt stellen, zelf je scherm delen, en naar Ricardo persoonlijk feedback geeft, kan je daar zeker nog voor inschrijven. Dat is volgende week. Dus daar zeker voor welkom. Oké, dankjewel. Tot ziens. Salutjes.